Dag beste Mustin vrienden, welkom bij Serieus Mustin. Vandaag zijn we niet samen in de serre of ergens buiten in de tuin. Allee, we zitten wel buiten in de tuin, maar ik ga vandaag niet werken in de tuin op deze video. In deze video ga ik een doos openmaken die van moestuinweetjes komt. Ik heb een bestelling gedaan en ja, ik ben eens razend benieuwd hoe het dat allemaal is toegekomen, hoe het aan mijn planten zijn toegekomen en of dat alles erbij zit dat ik gevraagd heb. Zullen we eens kijken? Ik zie hier alleszins al inpakfolie. Nog inpakfolie. Nog inpakfolie. Ja, we moeten het een beetje plezant houden, hè? Hier zit al niets in. Hier zit niets in. Niets in. Nog inpakfolie. Nog inpakfolie. Plezant hoor. Al die inpakfolie. Ha, tegen dat je hebt je bestelling gezet. Maar ja, dat is wat. Als het allemaal goed toekomt, is dat des te beter. Dus. Dan zo hier al. Ook niet. Oké. Een beetje minder verrast, maar bon. Het duurt hier langer dat ik het allemaal vind. Ik heb eigenlijk al een vermoeden wat hier in gaat zitten. En ik denk dat er al een paar mensen ook gaan beginnen denken te weten wat er in zit. Zo Moestuin vrienden, welkom bij Serieus Moestuin. Moestuinweetjes, de pet van Moestuinweetjes en ook een... nou wat is het? Een halsband? Goed, ik zal het eens moeten vragen wat dat is. Ik weet niet van binnen, denk een halsband of voor rond je nek, ik weet het niet. Nog een inpakfolie. Ik ga eens even alle inpakfolie in de doos doen. In een andere doos, want anders gaat dat hier overal beginnen rond liggen. En dat wil ik nu ook wel niet. Zo. Dan hebben we als eerste een tomaat, een kardebuff. Normaal, ja, kardebuff. Dit komt eigenlijk allemaal zeer goed toe. Zoals je ziet zit dat in een soort plastieken blister. En dat zit eigenlijk wel enorm goed toe. Ik heb daar ook nog mee geholpen voor zoiets. Het waren toen nog geen tomaten, maar het waren toen fruitbomen. Maar zoals je ziet, dat komt allemaal eigenlijk echt heel goed toe. Dat wordt heel goed ingepakt. Het wordt zelfs nog eens toegedaan met nietjes. Nog eens dubbel zo goed toe te komen. Dus dit is al een tomaat. Dan heb ik ook nog een... Wat is dit? Een meloen. Bestaan, maar de meloen is niet voor mij. Die is voor mijn mama. Dan heb ik hier... 5 peterselieplantjes besteld ook. Dus 5 peterselieplantjes. Dan heb ik ook nog een Suzanne met een mooie ogen. Een courgette. En ik veronderstel nog een tomaat. Maar de courgette en de Suzanne met de mooie ogen zijn ook niet voor mij. Het is ook voor mijn mama, behalve de tomaten, die is wel voor mij. Dan heb ik nog niet zo heel veel meer. Dan heb ik hier nog spinazie. Ik heb spinaziezaad gekocht ook. Barrezoet, wanneer? Ja, spinazie, barrezoet. Deze dingen zet ik allemaal beneden in de descriptions, als ze nog verkrijgbaar zijn. Dan heb ik hier, ja... Ik weet niet of ik het al gezegd heb, maar ik ben van plan dit jaar al mijn tomaten, zoals elk jaar dat ik het doe, terug op touw te kweken. Op touw kweken is de natuurlijkste manier die er is om tomaten te kweken. En dit zijn eigenlijk hele professionele tomatenhaken. Ik heb daar een tijd nog mee geholpen om die haken te vinden online. We hebben daar heel lang moeten achterzoeken eer dat we dit vonden. Dus stel de tomatenplant zit tegen je dak van je serre. Doe je eenmaal, maar je moet dan wel een draad spannen van Heinsteins naar je serre. Hak je hem af.
draai je, oh, wacht, hak je hem af, dus hak je hem af, en hop, zakt je touw eigenlijk, dus zakt je plant eigenlijk één lusje naar beneden. Dan moet je plant ook 10 centimeter verschuiven. En zo doen professionele kwekers dat. Sommige kwekers doen 20 en planten staan van 20 tot 15 meter op de grond alleen al en dan een keer 4 meter in de lucht. Maar ik ben zeer blij dat we dit gevonden hebben. Want dit echt waar, jongens en meisjes, dit wordt de max. Zo heb ik er 20 besteld, dus er zit hier nog een pakketje in. Ik heb ze 2 keer 10 besteld, want je kan maar tot 10 gaan. Dus 2 keer 10, dat is 20. Dus ja, dat is denk ik ook al bijna een volledige doos van die haken. Dus zo. Ik ga straks naar de serre en dan toon ik ook hoe dat deze haken werken, maar dat komt in een andere video. Zo, en wat dit is, ja, weet ik niet. Zal dat eens moeten vragen. Polsbandje kan bijna niet, denk ik. Maar bon, zwart. Daar draait de video niet om. Zo. En ja, dan klopt alles wat ik gevraagd heb. Ja, klopt allemaal. Ik heb alles wat ik gevraagd heb en ben blij mee. Zo, jongens en meisjes. Zoals altijd zeg ik dan bedankt voor het kijken. Weet dat was... Nee. Zo, jongens en meisjes, dit was dan de video. Ik zeg bedankt voor het kijken. Zo, jongens en meisjes, dit was de video dan. Vond je dit nu een leuke, toffe of gewoon een nuttige video? Vergeet dan vast geen blauw duimpje achter te laten. En wil je meer van deze video's zien of van andere video's van In de Tuin of de Moestuin? Vergeet dan vast niet het blauw duimpje ook weer aan te zetten. En wil je op de hoogte gehouden worden wanneer er een nieuwe video online komt? Vergeet dan vast niet te abonneren en hier beneden ook het belletje aan te zetten. Als je het belletje aanzet, krijg je een notificatie ofwel een melding wanneer ik een nieuwe video upload. En dan zie ik jullie graag bij een volgende video. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Dag!